verkeer moet nu omrijden. Vooral die eerste dagen gaat dat vaak heel veel overlast geven. Hoe wordt dat nu in de gaten gehouden? Ja, de eerste dagen geeft dat vaak wat extra verkeershinder, omdat mensen eraan moeten wennen. En in de verkeersregiekamer kunnen we dat goed monitoren met de verkeerscamera's, signalen van de verkeersregelaars op straat die wij bij rondrijden. En zo proberen we zeg maar, de overlast zoveel mogelijk te beperken. Kunnen bijvoorbeeld de stoplichten lang op groen gezet worden? Klopt, we kunnen de verkeerslichten beïnvloeden, langer groen of juist niet. En zo kan je toch een beetje het verkeer nog op afstand blijven regelen. Hoe moet het verkeer omrijden? Het verkeer kan via het westen of via het oosten, om het simpel te zeggen. Dus vanuit de Maastunnel gezien via de Westzeedijk richting oost of centrum. Of richting het westen, de andere kant van de Westzeedijk. En dan verder de Vierhavenstraat en de Talklaan richting A20. En kom je vanuit van noord, dan kan je vanaf de Stadhoudersweg richting Schiekade en zo verder.